we overlaten om dat te regelen. Maar als er geen vluchten zijn, ja, dan kunnen we ook niet terug. Nee, en ze willen heel graag terug. Ja. En het zijn kinderen. En die ouders willen dat die kinderen terugkomen. Ja, iedereen wil natuurlijk dat zij snel terug zijn. Zeker als het gaat om kinderen. Maar ook dit reisgezelschap uit Apeldoorn. En het is ook wel zaak dat het ministerie van Buitenlandse Zaken wat heeft gezegd, kom terug. Dat er ook de mogelijkheid is om terug te komen. Ja. Dus daar zullen we ook vanmiddag in de Kamer over spreken met de minister van Buitenlandse Zaken. Ja, jij zei eerder deze uitzending ook, ze moeten daar lering uittrekken. Ja. Wat zouden ze moeten doen? Dit is heel lastig, want Buitenlandse Zaken heeft op zich een begrijpelijk beleid hierop. Maar ik denk dat we het fundamenteel moeten omdenken. Want er zijn gevaren in deze wereld die zich niet meer verhouden tot de wijze waarop we nu reisadviezen samenstellen en de gevolgen die eraan worden verbonden. Een land als Israël zelf zou bijvoorbeeld direct een militair vliegtuig hebben gestuurd, of misschien wel 2 of 3, om zijn eigen bewoners op te halen. Ik zeg niet dat het hier zomaar kan, had gemoeten, maar het zit ook niet in een denkpatroon van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja. De Joodse gemeenschap in Nederland heeft de beveiliging...